Welkom bij een nieuwe Hub Bitcoin. Ja, we zijn er weer en deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Coinmers.io. Dat is een broker waar jij je bitcoin kan kopen of kan verkopen. Ja, Robin, we beginnen uh, vandaag. Uh, was er een rapport van de DNB en dat heet Cryptoactiva, evolutie en beleidsrespons. Eigenlijk een vrij uitgebreide studie naar Cryptoactiva in het algemeen, waaronder dus ook bitcoin. En ja, daar staat eigenlijk een aantal, ja, uh, er staan toch wel een hoop open deuren in, kan ik zeggen. Zoals? Nou ja, dat zij vinden dat uh, crypto's uh, zijn risicovol zijn. Crypto's zijn uh, ongedekt en ja, eigenlijk ongeschikt als geld. Dus dat is uh, ja, een van, de, dat zijn een van de conclusies die zij trekken. Oké, okay. ben ik benieuwd welke eigenschappen zijn geld dan wel. Uh... Wat ze vinden dat geld wel moet hebben, welke eigenschappen? Ja, nou, ze maken een heel duidelijk onderscheid tussen gedekte en ongedekte crypto's. En ja, gedekte crypto's, daar, als voorbeeld noemen ze bijvoorbeeld stablecoins, zoals uh, Tether en uh, USDC. Uh, hè, dat is uh, gedekt inderdaad door, nou, je kunt zeggen dollars, maar ook uh, Amerikaanse staatsobligaties of andere waardepapieren. En ja, ja. ze vinden bijvoorbeeld Bitcoin ongedekt en ongeschikt als geld. Ja, wat dat betreft, kijk, van stablecoins denk ik... dat dat ook in het straatje zit van 2024 of wanneer die digitale euro er komt. Mm -hmm. Ik kan me zo voorstellen dat er ook een soort van uh, tussenfase komt... waar misschien banken wel stablecoins uit gaan geven of zoiets. Ja. Weet je wel, dat het daar een beetje... want ik kan me niet voorstellen dat ze, met, uh, dat ze de, een groen vinkje zetten achter Tether bijvoorbeeld... Maar misschien heb ik het mis. Ja. Nou, kijk, in die zin staat er, en de, de, dat bedoel ik een beetje met open deur. Kijk, er staat. Het is natuurlijk een oproep voor strengere uh, regulering. Nou, dat, dat is op zich een open deur natuurlijk. Want dat, dat past natuurlijk heel erg in ook het Europese verhaal natuurlijk. Van die MICA of MICAR-verordening. Uh, die uh, per 2024 moet gelden. Ja, wat dat is even voor de. Mocht je het niet weten, dat is dan een Europe op Europees niveau uh, set aan regels en richtlijnen die voor alle 27 lidstaten ongeveer hetzelfde gaan worden. Ja. En dan mag je lokaal wel nog het een en ander zelf bepalen, geloof ik. Dan heb je ook gewoon lokale toezichthouders waar mensen dan weer aan moeten rapporteren, als ik het goed heb begrepen. Mm -hmm. Maar die overkoepelende regels worden dan wel op Europees niveau uitgerold. Is in ieder geval de bedoeling. Want de stemming daarvoor is trouwens uitgesteld naar 2023 in de Europese Commissie. Ja, ja, want staat daar? Ja, want op dit moment, hè, wij kunnen het anders ervaren. Maar op dit moment zijn natuurlijk deze, deze assetklasse nog ongereguleerd. Hè, dus het is nog niet gereguleerd. Er bestaan natuurlijk wel regels voor, het, voor de poortwachters, hè, dat, is, dat doen ze op dit moment via de witwasregelgeving. Die geldt uh, sinds 2020 dan hè, voor uh, cryptobedrijven. Deze ja. nieuwe regulering gaat over de assets zelf. De assets zoals we die kennen: Bitcoin, Ethereum, maar ook een aantal, natuurlijk tientallen, honderden andere assets. Die dan gereguleerd gaan worden. Dus stel jij bent de baas bij Tether. Ja, dan moet je zeg maar. Uh, ook een licentie of je moet dan ook zeg maar gaan voldoen aan Europese voorschriften of eisen zeg maar die worden gesteld aan een aan een uitgever van een stablecoin. En dat Ik staat wens je op, veel succes. Ja en dat staat dus ook allemaal in die verordening. Nou goed, er moet inderdaad nog over gestemd worden. Dat komt dus. Uh, het hele plan is dat dat 2024 uh, van krachten wordt zeg maar die regels. Ja, daar horen ook weer uiteraard anti-witwasregels bij, die ook weer worden aangepast aan de tijd. Dus ook weer wat strengere voorschriften voor cryptobedrijven zoals beurzen en brokers, zoals die ook in Nederland zijn. Er zijn nu 34 bedrijven in Nederland die onder toezicht staan van de Nederlandse bank. En nou ja, goed, die, uh, die gaan dus ook te maken krijgen met de nieuwe regels, is de verwachting. Ja, wat was een beetje uh, wat je voelde bij, bij dit bericht van de Nederlandse Bank? Het was dus weinig nieuws, toch? Weinig nieuws. Nee. nee. Het is uh, niet zo dat er nu ineens allerlei dingen veranderen. Maar het is niet dat uh, uh, de trend of het standpunt veranderd is van uh, moet er moeten meer regeltjes bij. Dat blijft hetzelfde. Er moeten sowieso meer regeltjes bij, Robin. Dus ja, dat, uh, altijd hè? Ja, er moeten meer regeltjes bij. Nou ja, kijk, en dat ze, dat ze het stablecoins zien en dat uh, als, als gedekte uh, valuta of gedekte crypto's. Ja, dat heeft natuurlijk ermee te maken dat ze het, ja, ze zijn in die zin van het oude systeem. Dus daar, hoe noem je dat? Uh, daar hechten ze meer waarde aan dan, dan zeg maar, de andere waarden. Zoals wij die aan bitcoin hechten, hè? namelijk decentraal, uh, zeg maar open source technologie, zonder derde partijen. Ja dat wordt allemaal, dat wordt allemaal niet genoemd. Hè? Dus al die, 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 die waarden die wij uh, hechten aan, aan bitcoin, ja, die komen niet terug in die studie, die komen niet terug in het persbericht. Nee, is ook wel logisch, natuurlijk. Want ik denk ook dat uh, de Nederlandse bank, zeker met uh, gewoon dat je nog met Europa te maken hebt. Dat je daar niet hoeft van te verwachten dat er een uh, revolutionaire Bitcoin-strategie uitkomt komt rollen. Dan zijn ze helemaal niet meer, dat is niet wat je wil als centrale bank. Nee. Er komt nee. niet een soort van uh, backup plan voor uh, Plan B. Voor als het allemaal misgaat. Van uh, als Bitcoin wint, is het wel handig dat we er iets mee hebben gedaan. Dat wordt in ieder geval niet, uh, dat verwacht ik nergens hier uh, in de buurt. Nee, wat je dus wel merkt en wat een beetje de door, laat ze doorschemeren. Een beetje in die laatste alinea van het persbericht. Is dat ze. Nou, ze erkennen wel, hè, dat is natuurlijk ook weer niet nieuw... dat ze blockchain-technologie, dat vinden ze op zichzelf... vinden ze dat vernieuwend. Ze erkennen ook dat stablecoins... Hè, dat dat voor goedkopere uh, geldovermakingen... voor goedkopere transfers zorgt. Mm -hmm. En eigenlijk impliciet zeggen ze ook van... Hè, uh, commerciële banken of geldverwerkers... zoals Western Union of MoneyGram en zo... ja. Uh, dat, dat, dat zien ze natuurlijk wel graag gebeuren, dat, dat in ieder geval die commerciële takken, dat die wel uh, uitgedaagd gaan worden. Nou, dat, uh, dat ga je wel krijgen natuurlijk. Ik Kijk, denk en, dat en, dat, en je uh, krijgt dus een, 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 een spanningsveld tussen inderdaad centrale banken met digitale euro en digitale uh, dollar en commerciële banken. Denk ja, dat is wel een mooi bruggetje naar uh, de blogpost van Arthur Hees, oh, ja. die had het daar ook over. Uh, mm -hmm. ...want dat is inderdaad precies wat er, wat er speelt. Je hebt nu natuurlijk een, uh, een model waarin je hebt de centrale banken... ...en de commerciële banken hebben ook een bepaalde rol. Mm -hmm. En bij Centraal Digital, uh, Centraal Central Bank Digital Currencies... So, die, uh, ...daar kunnen die commerciële banken er worden uitgesneden... ...als je vanaf de centrale bank direct bij de consument, klant of hoe je het ook wil noemen terechtkomt. Precies, dan krijg jij een rekening bij de DNB... Hè, ...en niet meer bij de ING of bij de ABN of uh, Rabobank... Ja. Nou is ja. het wel zo dat veel van die voorstellen. Ik heb ze niet allemaal gelezen hoor, maar het is ook wel, je kunt ook verschillende modellen met zo'n central bank digital currency bedenken. waar ook commerciële banken nog een rol spelen. Mm -hmm. En dat is dan een beetje die strijd van welke van de twee uh, modellen wordt het daar. Ja, maar je ziet dus inderdaad dat dat, dat eigenlijk je de overheid. Hè, zoals dan, want ook vanuit de commerciële bank is de Nederlandse bank of uh, de Europese Centrale Bank. ja, dat, 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 dat zien ze natuurlijk als de overheid. Ja, die, die gaat gewoon een grotere broek aantekenen. Ja, nou, Verstel. ik denk ook wel. Zeg maar als je een beetje hard op naar al die uh, lidstaten van Europa. Ik denk dat die zelf ook wel graag willen dat er nog iets van uh, dat hele zoortje. ook uh, in het land zelf geregeld wordt. Via bijvoorbeeld een x aantal nationale banken. Mm -hmm. Want anders geef je alles helemaal over aan Europa. En ik weet niet of alle Europese landen dat nou echt willen. Tegelijkertijd is dat wel ook weer een trend wat gaande is. Ja, al die landen hebben natuurlijk ook weer een eigen centrale bank. Ja. ja dus het is inderdaad de vraag van. Uh, ik, ik, en ik kan me tegelijkertijd ook weer niet voorstellen dat, 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 dat ze alles door de ECB willen laten regelen. Want dan krijg je ook weer zo'n enorme waterhoofd. En dat is het wel natuurlijk. Maar als je dan ook nog. Uh, ja, alles wat de centrale banken in de lidstaten doen. Ja. Ik weet niet, dan, wordt het, uh, dan wordt het natuurlijk wel een heel uh, hachelijk project. Uh. Nou, dat is ook een beetje wat er natuurlijk wel met die centrale bankmunt aan de hand is. van, uh, ja, die, die plannen die ze hebben, tot maxima aan toe. Die de heel groot fan van is blijkbaar. Maxima? Uh, oh, ja. ja. Dat verbaast uh, me niks. Nee. Maar uh, ja, ga het maar eens uitwerken. En kom maar eens, met kom maar eens met die technologie die, uh, die dan gaat winnen. Van de al bestaande andere alternatieven van digitale munten, bitcoin, dan wel, whatever. Gaat maar eens doen. Nou, ja, kijk wat is En dat eens... gaat natuurlijk met, hmm. met bij force gebeuren. Het is niet dat dat uh, zometeen vrijwillig uh, gebeurt, maar. Nee, in principe kan de overheid jou verplichten om een bepaalde bankrekening te gaan gebruiken. Nee, als dus jij vanaf dat... 2030 uh, alleen maar met je centrale bankmunt uh, je huur, hypotheek of boodschappen mag betalen, dan. Uh... Er zit er weinig anders op, tenzij je. Uh, ja, je belastingen. Zijn. begint natuurlijk al ja. met je belastingen. En, uh, Kijk, en dat is een beetje ver vooruit, want laat het eerst maar eens gebeuren allemaal. Maar dat is wel een beetje het spelletje wat gespeeld kan worden. Ja. Kijk, het begint natuurlijk bij federale belastingen. Zoals gewoon de Belastingdienst in Apeldoorn. Maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon de belastingen aan jouw uh, gemeente. Je hebt de belastingen aan je waterschap. Ja, maar dat is heel handig. Dat kan straks allemaal automatisch gedaan worden, joh. Ja. Nee, hoef je toch? zelf niet eens meer, je maar één vinkje aan te zetten en het wordt allemaal automatisch gedaan voor je. Perfect. Nou, of het wordt al direct uh, inderdaad allemaal van je, van je bruto loon afgehaald. En als het dan een keertje fout gaat, dan mag, uh, mag je goed je best doen om het ooit terug te krijgen. Ja, dan moet je met goed. je, je elektrische auto naar Brussel of naar Frankfurt. Ja, gelukkig <laughs> hebben we nog een beetje hopium in de vorm van Bitcoin. Maar <laughs> het klinkt ja. niet als een leuke toekomst, moet ik eerlijk zeggen. Nee ja inderdaad nou uh, heeft het over twee modellen hij heeft het uh, di direct model het directe model zonder tussenpersonen direct vanaf de centrale bank naar de klant en consument of het wholesale model dat wordt vaak gebruikt in de plannen uh, dus uh, dan blijven lokale banken een rol spelen ja, vergis je ook niet, Robin, hoeveel mensen er uh, werken bij een bank. Ik bedoel, het is ook. Uh, ja, goed, goed, ik zit dan in Amsterdam, dus toch een beetje het financiële centrum van, uh, van Nederland, als ik zo vrij mag zijn. En uh, van, ja, uh... ik, ik, ik ken heel veel mensen die in de financiële sector werken. Mm -hmm. Moeders en vaders. En... Dus het heeft wel, denk, ja, als, al die, als zeg maar al die banken in één keer wegvallen, dat ik weet niet of de. Europese Centrale Bank dat wil, dat onze Europese leiders dat willen. Nou, dus dan ga je meer toe naar een ander soort model. Maar ja, daar mm -hmm. zitten ook weer veel haken en ogen aan. Want het is, ja, kijk, en er zullen ongetwijfeld een uh, hele hoop mensen aan werken hoor, van het implementeren van zo'n nieuw geldsysteem weer. Maar het is niet iets wat zomaar even gedaan wordt en dat het dan allemaal perfect werkt, natuurlijk. Nee. Welke, welke insteek je ook hebt, van totale controle tot aan uh, heel veel privacy. Want er zit natuurlijk ook weer wat in met die uh, grens vanaf 100 euro. Waar Nederland dan uh, graag alles van wil weten als je daarboven een transactie doet. Boven die grens. Ja, dat is een voorstel hè. Ja, ja het gaat er meer om van. Uh, dat, dat kan makkelijker met zo'n centrale bankmunt natuurlijk. Ja. Dus dan beloven ze privacy tussen aanhangstekens tot aan 100 euro. Dus je, je biertje in de kroeg, bij wijze van spreken, die wordt dan nog net niet uh, afgeluisterd, of hoe je dat ook wil noemen, gevolgd. En alles daarboven wel. Ah, het hangt er vanaf. Kijk, als jij met drie, vier vrienden aan het bieren bent... Ja, dan moet je per stuk afrekenen. En dan zegt hij boven de 100 euro per dag van... Ja, ah, moet hij het toch gaan volgen. <laughs> en eh, aan het einde van de rit ga je afrekenen inderdaad. En een iemand eh, die rekent af en de andere doe je gewoon via een tikkie. Ja, dan staat er toch één transactie boven de 100 euro misschien wel. Ja, nou ja, goed, het is meer... Eh... Dat, uh, dat gaat gewoon gebeuren, op een bepaalde manieren in ieder geval. Dus dan krijgt die ene, die ene die afrekent, die krijgt dan ook nog extra monitoring. Uh. Ja, tegelijkertijd was, wel, was dat de autoriteit persoonsgegevens die uh, ook een beetje tegen inging. Ja. Ja, 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 ja. ja, ook dus, in uh, Europa. Ja. Je hebt in Europa heb je ook een privacy waakhond. Ja. ja, ik volg dat niet zo of die een beetje het best doet, maar... Uh, nou, ze doen wel hun best, alleen uh, de vraag is altijd een beetje: wat, wat is nou hun invloed, wat is nou hun macht? En dat, 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 daar vraag, heb ik altijd wel mijn vraagtekens bij. Ja, wat Want, helpt het? Ja, of, zo. Ja, of, of voor de bühne ga je toch uh, schoppen, maar uiteindelijk, uh, ja, uiteindelijk heeft het te weinig invloed. Ja. Als ja. je dan ziet uh, wat het dan. Maar goed, dat, dat weet ik nou ook weer het fijne niet van. Maar dat is in ieder geval wel in ieder geval in Nederland van autoriteit. Weet uh, je, persoonsgegevens. Um, er wordt dan wel naar geluisterd of zo. Maar ja, ook weer niet. Ja, lijkt me ook een hele moeilijke taak. Als je daar echt bezig bent met privacy. Om dat overal tegenop te boksen. Ja, maar goed, het wordt, uh, wordt alleen maar denk ik. Uh, en de. Dat is ook wat hij voor waarschuwt. Hij dat eigenlijk het kopen van bitcoin waarschijnlijk ook uh, moeilijker wordt. In die zin, er komt steeds meer controle op, op je kapitaal eigenlijk. En dus ook, ook uh, steeds meer controle op, op je bitcoin daarmee. Ja, je zag dat bijvoorbeeld bij uh, nu in uh, Groot-Brittannië weer. Dat uh, Santander die had uh, limieten oh, ja. gezet op uh, hoeveel geld je mocht sturen naar beurzen. Binance is bijvoorbeeld helemaal geblokkeerd. Maar in principe, naar brokers en crypto mag je dan uh, 1000 pond per dag tot maximaal 3000 pond per maand. Om aan te geven, dat zeggen ze dus gewoon tegen jou, 5000 pond per maand, nee, mag niet. Heb je het liggen? Ja, maakt niet uit. Dus je stuurt het maar ergens anders heen. <laughs> ja, wat, en wat ook nog wel een gevaar is, ik weet niet of je het met me eens bent, maar kijk, je hebt natuurlijk te maken met 21 miljoen stuks maximaal. Dat is in principe in de code ingebakken. Bitcoin bedoel je? Ja. ja. En kijk, wat je natuurlijk, als het steeds moeilijker wordt om Bitcoin te kopen, of in ieder geval Bitcoin wordt steeds meer geconsolideerd, dan krijg je natuurlijk ook. Uh, en ik noem maar wat BlackRock zegt van, ja, wij gaan die, die resterende 2 miljoen gaan wij opkopen. En dan kun je. Ja, zeggen, wel, nou, ik... En inderdaad, nou ja, stel dat het lukt, hè, of ze doen dat met een consortium, want uh, we hebben bijvoorbeeld vermogensbeheerder van 500 miljard lanceert uh, Bitcoin Custody. Dat is Apollo Global Management, was ook in het nieuws. Uh, die gaat zeg maar die bitcoin bewaren voor haar institutionele klanten. Nou, de institutionele klanten, ja, die willen natuurlijk ook allemaal... Maar jij euh, zegt bitcoin 2 miljoen hebben. bitcoin opkopen. Wat denk je dat dat kost? Ja, uh, veel. Uh, dan moeten we even een rekensommetje gaan maken. Ik denk uh, 10, 20 keer de market cap van nu. Ja. Dat is bijna al het liquide Bitcoin wat er is bij ons, van spreken. Ja, nou ja, dan, kijk, dat zal ook niet in één klap zo zijn. Um, kijk, ik wil alleen maar zeggen, uh, we hebben geen invloed op waar de supply van Bitcoin heen gaat. Dat wil ik alleen maar zeggen. Ja, en klopt. Dus, uh, en uh, dus je kunt als plep, kun je natuurlijk wel gewoon je SATs elke, elke week een beetje inkopen, of elke maand, of uh, sommigen doen het zelfs elke dag. En daarmee kun je een beetje invloed uitoefenen, maar uiteindelijk weet je niet waar die hele supply heen gaat. Dat mm -hmm. uh, ja, is toch ook prima? Daar hebben we ook voor de rest niks over te zeggen. Dus, uh, ja, dus ik wil alleen maar zeggen, de controle die je hebt, is eigenlijk alleen op uh, de satoshis die je zelf hebt. Inderdaad, in de, in, als je het helemaal plat slaat. Ik vind het wel een mooi principe juist. Ja, ja, ik, 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 ik raak het ook niet af. Het is gewoon even constatering. Ja, ja. Als, als je het hebt over nee, ja, controle zo, kijk, me... en, en invloed die je hebt met je, met je Satoshis. Kijk, ik heb liever dat uh, in plaats van uh, een paar miljard dollar uh, aan bitcoin richting BlackRock gaat, heb ik liever dat er twee uh, miljard mensen allemaal een beetje een uh, paar sats hebben. Ja, maar zo zit het niet in elkaar. Maar de, nou, dat wil ik dus zeggen, van, daar, ga, daar ga ik niet over. Dus daar kun je, daar kun je niks, uh, niks aan doen. Nee. Dus dat, kijk, het, is, het gekke is als dat zou gebeuren, als een van zijn grote fondsen ineens zegt van hé, hey, wij gaan Bitcoin, uh, Bitcoin kopen en dat wordt zeg maar flink verzameld, dan kan dat best wel een positief effect hebben op de Bitcoin-koers. Mm -hmm. Maar voor de ontwikkeling van Bitcoin heb ik het liever andersom, dat het eerst onderaan begint. En dat is natuurlijk al gebeurd, hè? Heel veel mensen die vroeg zijn geweest, die zijn, waren ook voordat er überhaupt maar een fonds mee bezig was. Ja. Ja, ja, maar eigenlijk voor die, voor, voor de mensen, voor, de, voor plebs, voor de mensen die nog niet zijn ingestapt zou je willen dat, dat misschien die bear market nog een jaartje of vijf duurt. Of niet? Ja, hè, Rob, Rob, Rob. ja. <laughs> ook, ook daar heb ik niks over te zeggen. Ik vind het wel prima hoor. vermaak me ook nu wel. Ja, gewoon nog vijf jaar bear market. Ja, gewoon even nou ja. aan vastplak. Denk, denk er maar eens aan of je dat uh, vol kunt houden. Ja. ja, dit is mijn tweede bear market, dus op zich een derde kan er ook wel weer bij. Dus dat je gewoon ah, ja. zo'n hele zo kleine opleving hebt, en daarna weer vier jaar uh, bij market. Het is niet allemaal uh, mooi nieuws natuurlijk met Bitcoin. We kunnen nog even het Europese ja. rondje afmaken bij uh, de influencer. Regels. Oh ja. Ja. Daar heb ik ook een stukje over geschreven. Ook in 2024 komt dat er blijkbaar bij raam. Nou ja, dat is eigenlijk meer een interpretatie van onder andere Patrick Hansen. Dat is dus een expert. Dat is eigenlijk een jonge, volgens mij een Duitser of een Zweed. Maar die die inderdaad eigenlijk, hè, die hele Mika, uh, dat raamwerk die in 2024 aankomt. Hij zegt, ja, uh, crypto influencers be aware uh, of beware uh, commenting on crypto assets in social media without disclosure and profiting from the effects of that will be considered market manipulation in the EU, uh, EU uh, once Mika is enforced. Dus eigenlijk ja, zegt hij van uh, pas op, um, Eigenlijk wat de AFM ook al een paar keer geroepen heeft. Wat uh, Frank Weerwind, uh, onze minister van rechtsbescherming, ook al een keer geroepen heeft. Hè. Er is al een verbod op reclame, op gokreclames. Nou, het, 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 het. eigenlijk zegt die Patrick Hansen, nou, uh, er komen in ieder geval verplichtingen voor uh, influencers op gebied van crypto assets. Ja, dus dan denk je aan grote accounts op Twitter die bijvoorbeeld het over een bepaalde token hebben, dat die die en die prijs gaat behalen of daar uitspraken over doen. En ja, waar moet je dan aan denken? Ik denk dan bijvoorbeeld aan aan bijvoorbeeld uh, uh, de, de bepaalde, zoals financiële adviseurs hebben natuurlijk ook bepaalde keurmerken waar ze zich aan moeten houden. Ja, ik heb geen idee wat ze precies uh, van plan zijn. Tegelijkertijd is dit ook zoiets. Stel je Zelf. bent uh, makelaar of je bent, uh, je bent notaris, dan, hmm. dan, ja, dan zit je in een bepaald register. Hè? Dus dan, uh, dan heb je bepaalde richtlijnen die moeten voldoen aan uh, dus stel je maakt een, uh, een overeenkomst uh, voor een nieuwe transactie, een nieuwe huur- of uh, kooptransactie, Dan moet je dat ook volgens bepaalde voorwaarden: moet je dat, uh, ja, moet je dat, dat zijn bepaalde standaarden uh, waar je aan moet voldoen, zeg maar. En ik kan me voor, zo voorstellen dat ik noem al wat iemand uh, verkoopt, signals aan, aan consumenten. Dan moeten die signals aan, uh, zeg maar, eigenlijk de abonnementen die een influencer verkoopt, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen. Ja, nou wat je dan volgens mij gaat zien, in plaats van dat ze het nu via een PV of eenmanszaak regelen, gaan ze het nu zwart doen. Veel succes. Zou kunnen, zou kunnen, maar dat is natuurlijk niet zonder risico als je dingen zwart Nee, doen. zeker niet. Het is meer wat, ja, goed. Wat los je ermee op? Tegelijkertijd, uh, ik snap wel dat als er. Uh, ja, gaan miljoenen er zijn om. Hè, dus. Als je markets in crypto assets uh, een plan uitstippelt, uh, dat daar ook uh, regels bij horen voor reclame, ook vanaf social media accounts enzovoorts. Dus ik snap dat dit eraan zit te komen. Het is alleen de vraag hoe het dan geïmplementeerd wordt en of het niet te heftig is of te losjes dat het eigenlijk niks oplost, maar wel dat er regeltjes zijn. Ja, in Nederland heb je de Nederlandse reclamecodecommissie, die daar eigenlijk oh ja. samen met de autoriteit financiële markten naar kijkt. He, dus, ja, ja dus sowieso uh, disclaimers zijn nodig, uh, dat soort dingen. Ja, ik ben benieuwd, want uh, kijk, het is uh, ja, als iemand gewoon... Uh, ja, misschien ligt het ook een beetje, ja, maar waar leggen ze dan de grens? Als je 200 volgers hebt, mag je dan wel roepen, uh, scoring to the Moon. Maar als je 200.000 hebt, niet. Ja, dat is natuurlijk wel een substantieel verschil. Ja, oké, okay, maar waar ligt dan die grens? Duizend volgers, vijfduizend weet ik veel. Ik zeg maar, waarom zou je dat niet mogen tweeten? Ik, ik wil alleen maar zeggen van het is niet zo eenvoudig als we maken die regels en dan is het allemaal heel duidelijk. Dat zou ook voor interpretatie zijn van de nee, maar ja, dat, instanties dat, die daarbij betrokken zijn, maar dat hou je misschien toch wel. Je, ja, je hebt altijd winnaars en verliezers. Dus ik bedoel, sommige, sommige krijgen nu een energievergoeding terwijl ze er helemaal niet echt recht op hebben. Ja, gaat, kan dan weer mooi naar de favoriete uh, Bitcoin broker of beurs. Zoals coinbeurs.io <laughs> Nee, ja, bijvoorbeeld. Maar, ja. Nee, maar je hebt altijd, ja, ze moeten inderdaad ergens schetsen. Ja, geen idee. Ik, ik denk ook wel dat het wel, uh, ik denk voordat ze deze eisen kunnen stellen, moeten ze dus inderdaad eerst gaan vaststellen wat die assets zijn. Hè? Dus ze moeten eerst die assets op zichzelf gaan reguleren, zoals dat dan heet, en ja, je het bijvoorbeeld op Bitcoin betrekt. Uh, stel dat Bitcoin. Stel dat ze daar anders mee omgaan dan een willekeurige token. Dus Bitcoin is een commodity of zo. Ja, maar dat, ja, maar dat zie je dus niet. Hè? Dus ook in zijn nee, persbericht precies. van de D DNB. Ze gooien het gewoon op. Dat viel me juist heel erg tegen. Daar dat ben ik ze... juist bang voor. Dat je zeg maar. Uh, het zijn gewoon crypto's. Ja, van wow. IP-adressen vind ik echt vet. Dat mag je wel tweeten. <laughs> Waarom zou je dan niet mogen tweeten? Wow, ik vind Bitcoin echt vet. Ik denk echt dat het omhoog gaat. Ja. <laughs> Zo, dus, ja. ja, ik ben benieuwd hoe dat, hoe dat uitpakt. Uh, ik denk dat uh, de online influencers zichzelf alweer aanpassen aan uh, de richtlijnen. Dat zie je eigenlijk op elk platform wel. Hè? Want soms bij, uh, bij YouTube heb je over de jaren heen ook wel gehad dat het steeds strenger werd enzovoorts. Nou, een aantal mensen inderdaad zijn er echt slachtoffer van en uh, hebben geen inkomsten meer, geen advertenties. Maar anderen komen dan weer op die, uh, die ook lekker staan te schreeuwen. Ja, nou ja, dus, dus ja. Het is, het is in die zin een logisch gevolg. Nog, gevolg. Ja. Anders kunnen we altijd nog uh, online uh, buiten de Europese landsgrenzen... mensen volgen die dat dan uh, roepen. En er is natuurlijk ook nog een verschil. Dus uh, uh, prijs je een gereguleerde partij aan of prijs je een token ja. aan? Ja, daar zit ook wel weer een verschil tussen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen hoor, dat er vanuit bepaalde groepen... Uh, van handhaving bijvoorbeeld en zo... die uh, graag ook wel wat hebben om wat mee te doen. Want als die richtlijnen er zijn... En je pakt zo'n uh, ja, zo scamgroep op waar 200 mensen gewoon helemaal uh, leeggeroofd zijn van hun, uh, van hun beleggingsgeld. Ja, Dan is het misschien wel handig als de, de richtlijnen uh, zijn. Dat zou kunnen. Maar ik weet dat niet hoe dat precies werkt. Ja, er zijn sowieso meer regels en richtlijnen te verwachten, Robin. Dus uh, yep. bereid je op Al voor. in de trend. Ja, ja. Laten, we eens, laten we een volgende doen. Ja, doe eens ik uh, had dan een leuk even wat luchtigs uit ja. de geschiedenis oh ja was in uh, 2010 op het uh, Bitcoin Talk Forum daar bood uh, iemand genaamd Smoke Too Much 10.000 bitcoin aan voor de mooie prijs van uh, 50 dollar wauw no takers er was één iemand die zei ja ah, ik heb nog 20 dollar voor je <laughs> ja uh, dat was er maar in de tijd natuurlijk dat er nog niet uh, dat je niet met het ideal en uh, even foto maken van je gezicht en je kon overal uh, bitcoin kopen kan overal bitcoin kopen toen moest dat echt nog veel meer peer-to-peer -peer, ja. wat ook wel wat leuks heeft natuurlijk maar toen was er dus nog niet een uh, grote markt waar iedereen kon bieden op jouw uh, bitcoin wauw ja ja dat is echt de, de ja de, de legend de, je vraagt het af van hey uh, wat wat is er met smoke too much gebeurd en ook ja, met de DW dollar. Ja, maar een beetje per heeft hij die 10.000 bitcoin <laughs> gewoon uh, ergens uitgegeven voor, voor de smoke to march <laughs> Dat kan ja, natuurlijk. Ja, als, als, hij een, als hij een koffieshopje had of een dealertje had die, die, dat, die dat wilde. Ja. Ja, het is wel, ja, dat zijn altijd wel uh, ja, Bitcoin Talk Forum is sowieso wel leuk om een keer doorheen te scrollen. Daar posten ze natuurlijk ook. Ja. Dus, uh, ja, het is wel grappig. Af en toe van die oude geschiedenis Ja, dat gaat ook denk... nog allemaal online, toch? Ja. Ja, ja, ja. ja, er zal ongetwijfeld wel eens wat gemodereerd zijn en weggehaald, maar dan zal het via een mirror vast wel weer te vinden zijn. Maar ja, ja heel veel quotes van Satoshi zo zijn er ook allemaal te vinden. Dus dat is wel leuk. Ja, het was inderdaad vorige week 14 jaar geleden dat de white paper uitkwam. Het was ook 12 jaar geleden dat ook het iconische Bitcoin-logo het levenslicht zag. Dus het was een historische week wat dat betreft. En eh, ja, over historisch gesproken. Moeten we eventjes een stapje zetten naar, ja, waar gaan we over beginnen? Uh, we hebben Binance nog staan. Ik weet niet, misschien. Ja, dat is de... goed. Historische aanval op FTX. <laughs> uh, ja, Inderdaad. Nou ja, waar gaat het Schalke. over? Ja, ik bedoel, uh, Binance had nog heel veel uh, FTX tokens, FTT, op de balans staan. En die gaan ze nu verkopen, begrijp ik. Ja, het is even. Nou, Binance even is dus... Een de grootste beurs uh, van de wereld. Maar ze hebben natuurlijk wel concurrent. Of crypto beurs van de wereld, maar ze hebben wel concurrentie. FTX is daar de eentje van. Binance was eerst uh, ook investeerder van, in FTX. Zijn ze vorig jaar uitgestapt. Mm -hmm, Binance, en nu ja. hadden zij in die deal uh, om die aandelen te verkopen, hadden zij uh, een of andere stablecoin in dollar gekregen, maar ook die uh, FTX-tokens. Die hebben ze dus nog op de balans staan. En blijkt ja, in de tweets van uh, uh, vanuit Binance van Changpeng uh, Zhao... Uh, proef je een beetje dat hij uh, een beetje neidig is of dat het gewoon een soort van spelderprikjes zijn. Mm -hmm. Wat ze dus zeggen is: ja, we gaan deze tokens liquideren, want iets met de boekhouding en uh, we willen niet meer bij FTX, geen blootstelling meer aan FTX. Dus wat, wat betekent dat? Is dat FTX heeft aan de andere kant de situatie dat ze met die token blijkbaar ook leningen open hebben staan en FTX als, of FTT-token als onderpand hebben. En dat zette dus wel druk op, dat als een van de grootste holders die, die troep verkoopt die niemand wil hebben, kan je in de problemen komen. Ja. Nou werd er vanuit dat kamp wel gezegd dat die cijfers die circuleerden, dat dat niet klopte en dat ze gewoon gezond zijn. Dat roepen ze natuurlijk altijd. Maar er is nu de situatie ontstaan dat Binance uh, eigenlijk met de, met de token van een, een concurrent liquiditeit aan het opzuigen is van hun... Een... Ja. Dus dat is wel uh, apart. En het wordt dan gewoon open en bloot nu getweet en gedaan naar elkaar toe. Want uh, de andere kant had ook gereageerd. Sam Bankman fraud. Fraud. Freud. Ja. A competitor is trying to go after us with false rumors. FTX ja. is fine. Assets are fine. <laughs> nou, het heeft ook uh, inderdaad wat... Uh, het heeft ook wat consequenties. We zagen bijvoorbeeld ook... Uh, uh, Alameda Research is sending stablecoins to FTX in size. Dus dan zal er iets van uh, in totaal 257 miljoen dollar aan USDC vanuit Circle hebben ze dus uh, neergezet op FTX. Het is eigenlijk een soort een beetje buying power, uh, zeg maar het uh, droge kruid wat zeg maar uh, wordt gebruikt om, om die tokens ook op te kopen. Ja, ik kan het verkeerd hebben, maar er zullen weinig andere partijen zijn die voor honderden miljoenen aan FTX-tokens op dit moment willen kopen, dan zijzelf of dat Almeida, whatever er tussen hangt. Ja. Dus je hebt de situatie, kijk, en als, als dat zeg maar, het spelletje is van Binance, van ja, laat ze maar eens even zweten met hun uh, liquiditeit. Want als ze, ze kopen dan die tokens op van Binance. Nou, Binance krijgt er dan uh, gewoon dollars voor, bij wijze van spreken. En FTX zit met, uh, met hun eigen token, die eigenlijk voor de rest op dit moment bijna niemand wil hebben ille markt. Nou ja, we zeiden al een beetje in het vorige <laughs> gesprek van, je hebt eigenlijk uh, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een ECB, die gewoon nog, uh, dat zijn de enige koper van Italiaanse staatsobligaties. Ja, nou dus, precies. Uh, Kijk, en als ze het kunnen leiden, dan uh, dan komt het, uh, dan zullen ze het wel redden, maar dit is wel weer zo'n voorbeeld van, uh, ja, leuk die tokens en die dingen en zo, maar als er een grotere marktspeler of een andere marktspeler jou onder druk zet, dan kan je er wel mee in de problemen komen. Dat hebben we dit jaar natuurlijk wel gezien. Het is trouwens wel één verschil, Robin, want uh, de ECB kan natuurlijk altijd die kon oneindig, uh, oneindig die liquiditeit opgek. Ja, we denk als je je dat bij FTX weet. mogelijk is? Ja, ze zijn wel ook wel, wel heel veel onder toezicht, maar, ze zijn wel even ze maar <laughs> ze kunnen, failliet gaan. De de ECB in principe niet. Nee, klopt. Dat is wel ja nou het is sowieso allemaal een verschil want het is gewoon twee CEOs die op Twitter een beetje zitten te woeren Zet die uh, die, ja, nou ja, die van kan. FTX die roept op een gegeven moment aan het einde zegt hij I would love it CZ uh, if we could work together for the ecosystem <laughs> <laughs> ja ja nee, ja ik weet niet ik denk dat CZ daar niet gevoelig voor is het kan natuurlijk zo zijn dat uh, het is een beetje speculeren natuurlijk maar Kijk, het kan zijn dat. dat, dat kijk, Binance die moet op de duur ook gereguleerd raken. Dus het kan zijn dat. Ik noem wat. Uh, dat. Dat. Uh, dat uh, hoe heet het? De ESMA heeft gezegd in Europa: van. Oké, okay, okay, leuk. Jij wil een hoofdkantoor in Parijs. Prima. Maar. Uh, wat, wat doet. Wat doet die FTT-tokens op jouw balans? Uh, wij eisen gewoon. dat. Uh, dat je dat gaat verkopen. Je weet niet wat de achterliggende gedachte is. Hè, om gereguleerd te raken. Van, nee, je tegelijkertijd... Je balance sheet moet je gewoon uh, clean hebben... Voordat je, voordat je bij ons een licentie krijgt voor heel Europa. Ik denk dat er ook... Uh, gewoon logisch, zeg maar in de zin van... in de industrie is op dit moment... echt niet veel vertrouwen in andere partijen. Je hebt dat Klopt. met Celsius gehad... en uh, Tree Arrow Capital... en iedereen had lijntjes met elkaar. Dus heeft FTX heeft trouwens ook een rol ingespeeld... met allerlei bedrijfjes weer opkopen... of een soort van redden met liquiditeit. En... Misschien heeft, is het ook gewoon heel logisch voor Binance om te zeggen: Van uh, eigenlijk vind ik dat wel. Maar weet je wat, uh, bij FTX, ik weet niet zeker, uh, ik liquideer gewoon de rest wat we hebben. Alleen ja, als je het dan ook nog kan, want daar is CZ natuurlijk een meester in, om het dan ook nog zo te twisten, alsof hij uh, uh, de boel een beetje op scherp aan het zetten is, vind ik wel, uh, wel sterk gespeeld eigenlijk. Want ja, het lijkt wel ja. gewoon een soort van spelletje van hem. Ja, nou, ja, het is in die zin wel een aanval, natuurlijk, inderdaad. Ja, en... maar ja, tegelijkertijd, het is, ja, ja, blijkbaar is zo'n uh, token uitgeven niet alleen, maar, uh, kan niet alleen maar voordelen brengen. Het neemt natuurlijk ook uh, problemen, met zich mee, nee, problemen met zich mee. Zeker als je het ook hebt gebruikt in financiële constructies. Want die aandelen hebben ze dus gekocht met, of teruggekocht met deels uh, die tokens. Ik ja. twijfel wat ze er nog meer mee hebben gedaan. Kijk, het is in ieder geval zo dat uh, Binance heeft ook wel in die zin een beetje last van, uh, van FTX. Hè? FTX is wel heel snel gegroeid. Ja, en, ja, ja. CZ tweette ook over, uh, ja, je moet niet tegen ons gaan lobbyen. Dus ja, weten we, we weten ook niet wat er speelt. Nee. nee dat nee. vond het wel grappig, gewoon een beetje de popcorn erbij en een beetje lezen. Ik zat ja. ook uh, voor het eerst in jaren actief die, uh, die tokenprijs te kijken. Kijken of die onder bepaalde... Uh, Dingen ging, want hij bleef een beetje bij over die 22 hangen. Het leek wel alsof ze daar alles wilde hebben. Ja, hij legt het ook uit: hè? liquidating our FTT is just po post-exit risk management learning from Luna. Dus ja, hij, ja zo, ja, ja. zo, zo legt hij het uit. Ja, ja, ja dat is wel hij is, heel zijn businessmodel: uh, Luna dingen, maar ja, het is wel zo. Ja, maar blijkbaar heeft dat wel een soort houdbaarheidsdatum. Dus blijkbaar ziet hij ook van, ja, ik, ik kan maar zover gaan met mijn risico nemen. En op de duur uh, moet ik het toch gaan verkopen. Ja, en hij heeft geen aandelen meer in ze. Dus uh, wat kan hem het schelen? Ja, en hij heeft uh, best wel veel bitcoin ook. Dus uh, ja. hij heeft best wel een leuke oorlogskas. En hij heeft natuurlijk de meeste volume. Dus hij heeft, uh, ja... Grote speler. Daarom, ja, ik... ja, Maar goed, aan de andere kant... Uh, was het niet uh, Bill Clinton en David Blair die, uh, die op het bankje zaten bij Sam Bankman fried Ja, dat klopt, ja. Hij <laughs> <Heeft, laughs> ja, dat zat bij een of andere conferentie, die heeft, inderdaad. Die, die, die weer behoorlijk gelobbyd. Echt in die oude wereld. Yep. Dus uh, nou ja, dus ja we, wat... gaan het, we gaan het zien. We zien in ieder geval. Uh, het zal niet de laatste moddergooien zijn tussen dit soort uh, gasten. Ja, de vraag is ook: helpt het, helpt het nou het ecosysteem? Ja, ik weet het niet. Ja, het, ja. Dat zal ze echt aan hun reden roesten. Ze willen gewoon winnen. Ja. Anders ben je geen CEO van een, een van de grootste crypto -bursen. Dat zijn echt niet alleen maar. Uh, dat zijn echt geen hobbyisten meer. Zo plat is het eigenlijk ook wel. hè? Ze willen gewoon winnen, inderdaad. Ja. Nou, ja, we zagen nog eventjes over regulering. De Amerikaanse Belastingdienst kondigt honderden crypto-zaken aan. Dan gaat het denk ik een beetje over. De token-tijd? Nee, over... het gaat om. Uh... Transacties waar bijvoorbeeld bitcoin of andere crypto's worden verhandeld voor de dollar. En dat, heeft dan weer, maar dat noemen ze dan witwassen, uiteraard. En dat mag dan weer niet. En uh, steeds meer zaken vallen daarop uit, zeg maar. Hmm. En okay. uh, het ontwijken van belastingen speelt ook mee. Want blijkbaar wordt het dan nog niet zo goed opgegeven. Al dan uh, express. Okay. Dus wat je ook ziet, ja, dat, dat ga je overal natuurlijk zien. Er zijn al aparte divisies om dit soort dingen op te sporen. En met terugwerkende kracht komen er natuurlijk nieuwe brieven, in dit geval in Amerika. Dat ga je natuurlijk krijgen. Ja. We hebben wel eens een verhaal gehoord van iemand die eigenlijk moest bewijzen dat hij uh, geen eigenaar was van een adres, wat dan weer bij een beurs of broker hoorde. <laughs> oh, juist de omgekeerde bewijsvoering. Ja, want dat is bij de Belastingdienst wel het geval volgens mij, ja. Ja. ja, ja, ja. Dan je, dat, je moet jezelf verdedigen dan hoor. Ja. Inderdaad, een beetje wat aan de hand was bij die, uh, die rechtszaak van uh, Hot Loanout in Engeland, dat hij zich uh... ja, inderdaad niet zegt, ja. ja. omgekeerde bewijslast. Ja, dat is kut hoor, als je dat hebt. Je yep. We hadden nog een uh, industrie nieuwtje. Oh ja, gooit er eens in. Vermogensbeheerder. Oh die ja, ja. Apollo Global Management gaat Bitcoin bewaren voor institutionele klanten. Ja, blijkbaar is dat een hele grote, dat stuk heb jij ook weer geschreven, ik kende de naam niet, maar dat kan het niet. Nee, ik ook niet, maar ze hebben wel okay. heel veel dollars op de balans. Mm -hmm. En uh, ja, eigenlijk gaan ze een beetje hetzelfde doen als uh, die grote bank, uh, hoe heet het, BNY Mellon, dat was de, 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 de oudste staatsbank, uh, systeembank van Amerika, die gaat ook... Uh, Bitcoin, bewaren. Ja, eigenlijk een beetje het model wat je ook ziet bij Bitcoin Suisse. en je hebt hier natuurlijk in, in, in Nederland heb je Amdax. dat je dat ze zeggen: hey, wij, uh, ja, wij hebben alle veiligheid uh, alle veiligheidschecks hebben wij in orde. En uh, ja. als je Bitcoin hebt, stuur het naar ons, uh, want wij kunnen het uh, goed beheren en veilig en uh, zeker opslaan. Dus er eigenlijk ja. een soort uh, ja uh, ja vermogensbeheren. Um, ja, wat hebben dat... we net bedenkt eigenlijk van al deze, dit soort nieuwtjes, heel de hele tijd. Van of het nou een bank is, of een verzekeraar, of in dit geval Apollo Global Management. Ze mm -hmm. zijn allemaal bezig met een, of het nou een groot aandeel is van hun bedrijfsvoering of een klein deel. Met een soort van, oké, okay, als Bitcoin wint, is het wel goed als we dit al hebben uitgerold, weet je wel. Ja. En dat is eigenlijk een beetje in het beleid wat, je, wat goed is om te zien. Dat mensen het overwegen en dan gaan ze vanzelf kijken of het aanslaat ja of nee. En ik kan me voorstellen dat je als jij, wat was het, 500 miljard aan vermogen beheert, dat er wellicht uh, een paar honderd miljoen richting Bitcoin-gerelateerde dingen kan vloeien. Ja. En of dat dan goed of slecht is, dat maakt niet uit. Voor zo'n bedrijf kan het interessant zijn om daar dan die management fees over te rekenen en zo. Klopt, klopt. Het is eigenlijk meer hè, wat uh, we zagen ook bijvoorbeeld. Uh, we hadden afgelopen week bijvoorbeeld Peaks. Peaks, uh, P-E-A-K-S, dat is een Nederlandse beleggingsapp. Uh, ja, ik, ik, ik ken, ik, tenminste, ik ken het qua naam, ik gebruik het niet, maar uh, dan kun je gewoon ook in aandelen, ETF's, et cetera, kun je daarin handelen, een beetje zoals de Giro, denk ik. Mm -hmm. uh, maar die gaan dus ook nu crypto-ETF's uh, toevoegen van uh, CoinShares En uh, dat, dat is ook een ja. typisch voorbeeld van, hé, hey, we hebben een aantal klanten die erom vragen en uh, willen de boot niet missen. Dus eigenlijk, het is inderdaad allemaal voorsorteren op een nieuwe hè? Want ze kunnen het wel allemaal aankondigen, maar ze weten niet of het ook uh, gebruikt gaat worden. Nee, klopt. Want dat is inderdaad een beetje het verschil. Wij brengen vaak het nieuws als ze het dan gaan doen, ja. of als ze het aankondigen. Maar het is ook, uh, we hadden laatst een reeks aan nieuwtjes van, van die ETF's of fondsen uit in Amerika onder andere, die er ook alweer mee kapten na een half jaar of een jaar. Klopt. Die waren bij wijze van spreken echt in, op de top van de koers, uh, lanceerden ze die boel. En toen tonden die koersen in elkaar en dan is er geen instroom meer van allerlei nieuw geld voor die nieuwe producten. Ja. En die eh, moesten die fondsen en zo dus gewoon weer sluiten. Het is echt niet zo dat als je iets met Bitcoin gaat doen dat dat altijd goed uitpakt. Nee. Maar het is ook wel zo in de Bitcoin als je een dienst levert die waarom gevraagd wordt. En je kunt het een beetje goed in de markt zetten. Ja, dat zal niet van uh, Apollo Global Management komen, maar dan is er wel ruimte voor je. Want echt nog lang niet alles is al ingevuld. Klopt, klopt. Het is inderdaad meer dat ze, ze wil, ja, ze willen gewoon de boot niet missen of ze willen nu al een beetje die infrastructuur klaar hebben voor, uh, voor mocht, mocht er wel vragen uh, naar, naar komen. En, ja, dat uh, is wel zo. Als, uh, als er weer een nieuwe hype zou komen en er komen weer nieuwe mensen in heel die industrie, dan weet je ook van gekkigheid niet waar je moet beginnen, want het is niet zo dat er nu een soort van één partij is... Uh, waar iedereen naartoe wordt gestuurd natuurlijk. Het zijn weer ik er veel verschillende die allerlei rare opties hebben. Ja, ja in Nederland ook. Hè. Je hebt ongeveer 2 miljoen mensen die dan... Uh, waarvan ongeveer wordt geschat van... hé, hey, die hebben crypto's. Wie uh, maakte die schatting? DNB? Mm, waar zag ik dat nou? Ik denk het wel, ja. En um, Dat is wel veel. Ja, in totaal. Hè, ja. En, maar, ja. Aan de andere kant zijn er iets van uh, 15 miljoen die nog niks hebben. Klopt en het merendeel zal uh, tientjes of honderd euro werk zijn bij een van de grote beurzen. Ja, ja natuurlijk. Je hebt dan, ja, dan moet je even misschien weer uitgaan van de werkende bevolking of zo. Of nou ja goed, weet ook niet. Je hebt natuurlijk een hele rits uh, ja. mensen onder de 18. Ja. Maar uh, ja, weet je, dus, er zijn er gewoon miljoenen Nederlanders die er überhaupt uh, nooit iets mee gedaan hebben of, of. Nee, maar dat is ook wel prima, hè? Want ik heb ook wel. Uh... Zoiets van... Uh... Kijk, tuurlijk kun je gewoon op een willekeurige broker-account uh, wat bitcoin kopen. Maar als je echt mee bezig gaat, dan moet je ook wel even je best doen om het te begrijpen. Of in ieder geval voor jezelf een beetje duidelijk hebben wat je ermee wil. Want anders ga je ook wel echt de malle molen in met al die koersbewegingen en zo. Ja. ja zeg maar, dat... Als jij, de, als jij uh, gisteren gehoord hebt uh, van je neefje van ah, bitcoin is echt... Uh, dan moet je echt je spaargeld instoppen... en je doet dat vervolgens... en de eerste komende twee, drie jaar... zie je alleen maar minnetjes uh, qua percentages... is dat niet bepaald goed voor je gemoedsrust. Je moet wel weten wat je koopt. Nou, het is vooral die volatiliteit... hè? want dat, dat, dat uh, laatst was ook iemand die ik kende... die er dan uh, ja uh, zich wel uh, best wel wat instak... maar ja, ja, die was in het begin ook gewoon... Uh, van wat gebeurt er eigenlijk? Weet je wel, het is echt... Best wel een shock van uh, ja, het is toch wel echt. Ja, tegelijkertijd uh, je moet je iets zo makkelijker op die euro balans uh, staren. Als dus je een beetje creatief die, uh, die tech-aandelen erbij pakt van Netflix en zo, kun je laten zien dat het in de andere beleggingswerelden ook gebeurt. Ja, en dat is uh, niet eerlijk, want het gebeurt daar misschien heel af en toe is, in plaats van hoe het bij Bitcoin uh, zo gaat. Maar tegelijkertijd laat het wel zien dat je ook daar niet veilig zit met je eurotjes per se, als je niet uh, aan risicospreiding uh, doet enzovoorts. Precies. Hey, misschien even afsluiten met een leuk nieuwtje. Bitmax Renews uh, Glap. Nou Bitcoin Developer Grant. Ja, het gaat over een Bitcoin ontwikkelaar. Bitmax is natuurlijk een grote exchange. Het is in ieder geval verlengd tot met mei 2023. Op zich wel opvallend, hè, want Bitmax uh, gaat heel veel mensen ontslaan. Uh, er is ook een managementwissel bij Bitmax. Uh, volgens mij volumes vallen ook heel erg tegen. Maar desondanks ja, we... uh, ja, gaan ze toch wel door met deze Bitcoin Protocol Researcher. Ja, dat is mooi. Dat is ja. ook wel echt heel belangrijk. Want uh, kijk, we hebben het vaak over de industrie nieuwtjes. En we pakken wel eens iets van uh, updates en zo erbij. Maar die mensen zitten aan Bitcoin te bouwen. Om het makkelijker te gebruiken. Of makkelijker te laten gebruiken om het veilig te maken enzovoorts. Ja. Dus het is mooi dat die dan uh, financieel gesteund uh, worden. Ja, en Bitmax is ook wel logisch. Hè, want dat was eerst echt een uh, beruchte derivatenbeurs. En dat moet ze nu helemaal, uh, uh, ja, moet ik dat zeggen? In de juiste vorm gegoten worden om nog door te mogen gaan. Maar dat houdt wel in dat het een heel ander soort markt is. En dat, ja. dat klantenbestand hadden ze niet. Gewoon de doorsnee gebruiker. Het waren wel, wel, wel veel degenerate gamblers natuurlijk. Daar. Ja, nee, klopt. Ja. Dus, uh... <laughs> Oké, okay, nou, uh, ja, voor het laatste nieuws gaan naar bitcoinmagazine.nl. Of ga naar onze socials, zoals Twitter, Facebook en uh, Telegram. Ja, oh. en dan hebben we nog uh, BitcoinFocus.nl, dus uh, nieuwsbrief voor uh, Bitcoin Nederland. Kun je allerlei verdiepende artikelen lezen over uh, actualiteit, maar ook uh, ons alle Arnold die is, reist eigenlijk de wereld over met allerlei verschillende Bitcoin invalshoeken. En uh, vergeet de uh, hub Bitcoin niet te liken en te reviewen en zo van, op het podcastplatform waar je luistert. En dan uh, hoor je ons volgende week weer. Yes, later. Doei!